dan had ik wel zeer grote hoop dat wij dat zouden winnen. Omdat wij toch wel de man hadden voor penalties te stoppen, was Radko Svilar. Emmers. En gestopt door Svilar. Gestopt door Radko Svilar. Hij heeft gescoord tegen het Prudhomme en heeft die van Kleisters genomen. We win de cup. Dat was one of the nicest moments in my career. Hij was nu al 42 jaar hè? En hij heeft die bekerfinale gewonnen. Wat een seizoen voor jou en eindelijk geslaagd als trainer, dat moet bijzonder deugd doen. Hè? Ja, eindelijk denk ik dat ik bewezen heb aan iedereen die achter mij blijven staan, is dat ik inderdaad ook die kwaliteiten heb. Een van de dingen die ik daar nog over onthoud, dat is dus dat spelers met hun truien aan het gooien waren, met hun kousen en zo nog, en dat ik iemand van de bestuursgroep hoor zeggen, als dat gebeurt, ai, dat gaat hun geld kosten. Ik denk, waar zijn we nu toch mee bezig? Na zoveel jaar win je als ploeg een beker, haal je een prijs en dan hoor je dus, och, dat gaat geld kosten. En effectief. Nou, ik was op het dak van de bus en dan moet ik weer betalen. Omdat ik een shirt weggeworpen had en het waterzweet, 5000 frank, 10.000 frank. Die heb ik ook betaald. Misschien de dag had je toch premie krijgen. Ik ga twee dingen zeggen. We zijn de beste bekerploeg van België. En we hebben de beste supporters van België. Wij gaan inderdaad geen waanzinnige dingen doen. Want diegenen die in de voetballerij spreken over 20 en 50 en 100 miljoen, zijn gewoonlijk mensen uit een omgeving die nog niet veel miljoenen gezien hebben. In de euforie van de bekeroverwinning roept Meeuws wel dat de club een stapje hoger moet durven te zetten en investeren. Wouters is not amused. Hij ligt zelfs dwars bij de contractverlenging van de aanvoerder van het team, Rudy Smits. Dat is een jongen die ontzettend veel betekende voor Antwerpen. Dat was dus eigenlijk min of meer het symbool van het eigene van. Hè? Dat was een echte rood-wittelijk, dat ze zei. We zijn verschillende keren bij hen geweest. En uiteindelijk, ja, soms op het laatste wordt er dan even over het contract of gesproken. En dan wordt dat dan weer verschoven naar een latere datum en dan kom je weer terug. En dan is dat hetzelfde liedje eigenlijk. Hè. Is dat een tactisch spel? Ik weet het niet. Ik heb zo'n titelboek. Ik heb dat voor elke wedstrijd. Ik maak een paar aantekeningen over spelers. Ik zie bijvoorbeeld staan, Svilar. Eerste tekenen van minder promptheid aanwezig. Opletten, vervanger zoeken. Je hebt de indruk dat hij niet meer zo rap op de grond is. Van Geneugde. Past niet. Mag vertrekken. Hij wist van alle matchen alles. Hè. Waar je dit of dat, hoe lang je gespeeld had, dat hij inderdaad maar in zijn boekje had hij dat maar op te zoeken. Hè. Ik weet ook veel door informatie. Ik bedoel, er zijn veel mensen die mij bellen en die mijn kinderen roepen en zeggen, pas op voor een dier, want je moet zeggen dat dit en dat en zo. Ja, dat vergaart allemaal. Hè. Een van de grote eigenschappen van iemand die leiding heeft of leiding geeft, is van goed geïnformeerd te zijn. Hè.
knowledge is power. Niet alleen money is power. Knowledge is power. Maar op dat moment vond ik het niet opportun voor te tekenen, omdat ik vond wij een heel goed seizoen gemaakt. En je moet dan, denk dat ik trouwens moest inleveren. Dus dan ben je er toch niet echt tevreden mee natuurlijk. Ja, maar je bent dan internationaal en dat je niet speelt, kun je ook niet opgeroepen worden. Dat zijn ook dingen zijn natuurlijk, dat hij perfect kan uitspelen uiteindelijk. En ook wel zich van bewust is dat de speler uiteindelijk dat wel zal tekenen. Je mag niet vergeten, dus we halen de beker met een groep die eigenlijk toen maximaal presteerde. Waarbij dus de vraag kwam van mij, van deze groep te versterken met 3-4 spelers. Typisch Antwerp, ja, ga niet, er is geen geld. Dus dat gaf eigenlijk nog eens naar de jongens toe een antwoord van, ja, wij moeten het dan weer doen en we zullen het dan ook doen. In de voeten van Tjerjatinski en die gaat schieten en dat is een doelpunt. Schitterend bekijken hoor. Net voor het einde van de transferperiode slaat Wouters toch nog toe. Hij haalt Didier Segers van Lierse en huurt Sisse Severijns van KV Mechelen. Kiek is achteruit. Schitterende goal van Sisse Severijns. Leilof gaat en haal hem nu maar in. Gaat weer trappen, hard. Oh, binnen. Als Peter Leilof, wat een goal. Antwerp neemt een vliegende start in de competitie. In Europa Beker 2, de beker voor bekerwinnaars, is Glenavon de eerste tegenstander. Een elftal Noord-Ierse amateurs. Het wordt toch twee keer 1-1. En dan brengen strafschoppen uitsluitsel. En dat kan pakken. Rudy Smits kan de kwalificatie voor Antwerp er staalhard in schieten. Rudy Smits. Hij zit erin en Antwerp gaat door. In de tweede ronde treft Antwerp weer geen grote tegenstander. Admira Wakker Wien, een grijze muis uit het Oostenrijkse voetbal. Antwerp wint in Wenen met 2-4. Je speelt daar echt een ongelooflijke wedstrijd. Alex die 3 keer scoorde, alhoewel dat ik er eigenlijk wel zeker van ben dat ik er een van die 3 gemaakt heb. We hebben fantastisch gespeeld en winnen 2-4 en iedereen zei, ah, klaar, hè. Czernia met Singler. Knal eruit, Tjerjatinski, 1-0 voor Antwerp. Vareti. Tjerjatinski, Severijns. We stonden 2-0 voor, dus 6-2. Plus met 10 man, Angra Wakker, denk ik, met een rode kaart. Dus aan de rust was al de champagne klaar voor de derde ronde. En dan hebben we dus een draak van een tweede helft gespeeld. Om te schamen, om 100 meter diep in de grond te kruipen. Wakker door, nog voorzet laag en dan ingeschoten door de nummer 2. En het staat 2-1. Na 30 seconden in de tweede helft. Abvalderen is weg met Emmerich bij zich. Abvalderen nog. Het schot, Abvalderen. En een goal. En een magnifieke goal. En het staat 2-2. Wow, schon in de sacoche. Dat wordt typisch Antwerpen. In Duits zegt man übermütig. Overmutig dat je zegt, ach, dat gaat goed. Maar het gaat niet meer altijd goed. Dat is zo.